Tom, ben je daar? Ja, ik ben er en horen jullie mij ook? Ja, ik ga aan jou het woord overgeven, want we gaan met jou naar een primeur naar het Archeon, het laatste onderdeel van ons programma. Want jij gaat ons live meenemen naar de Swammerdam en alle ontwikkelingen die daar spelen. Want ja, door corona zouden jullie met een mooie persconferentie komen te staan. Dat gaat dus helaas niet door. Maar wij mogen dus vandaag wel deelgenoot zijn met alle nieuwe ontwikkelingen van de Swammerdam. Dus Tom, brand maar los. Nou, hartstikke goed. Jong, welkom hier in Museum Parkion. Het is de arena van Archeon. Normaal helemaal druk in het zonnetje. Maar aan de andere kant, jullie weten dat de arena ligt tegen het badgebouw aan. Wat eigenlijk uit Heerlen komt, maar wat natuurlijk prachtig staat te glimmen in Museum Park Archeon. En in een van de gebouwen van het badgebouw, daar zijn we nou juist bezig met het project Swammerdamschepen. Hier op de achtergrond zien jullie ook de Swammerdam 6 liggen, de replica die daar 25 jaar geleden nog heeft gevaren hier in Archeon. Maar nu gaan we naar het grote badgebouw wat jullie allemaal wel goed kennen. En daarbinnen vindt een grote restauratie plaats. Die restauratie heet Operatie Swammerdamschepen. En is, nou, het is een wonder dat 50 jaar na dato, bijna 50 jaar na dato, dat het ons is gelukt om aan de restauratie van die schepen te beginnen. Hier lopen het badgebouw binnen. En dit is het heilige der heiligen. Dit is de restauratiewerf van Operatie Swammerdamschepen. Even om voor jullie een beeld van waar we, wat we hier allemaal aan het doen zijn. Kijk eens, hier naar achter mij, een beetje mikken. Hier achter mij zien jullie de Swammerdam 2 zoals die is opgegraven. En u zult het niet geloven. En als het goed is moet dit dan ook lukken, ja. Maar na 3 jaar hard werken en na 45 jaar lang werken en nadenken is het gelukt om de Swammerdam 2 helemaal te restaureren. 22 meter eikenhout aan de haak, in een grote constructie op dit moment, maar later in het nieuwe Nationaal Romein Scheepvaartmuseum gaat de hele constructie weg en dan zie je een volledig opgetuigd schip. Mogelijk kunnen jullie zien dat een deel van het 70% van de bak, dat is authentiek, archeologisch hout. Dat is ook het hout wat jullie net op de foto zagen. Maar ons project heeft een dubbele functie, want we bouwen niet alleen het oude archeologische hout weer terug, maar we vullen het ook aan met nieuw hout. Want het is een combinatieproject van archeologen en historische scheepsbouwers. En zoals ik zei, het doel is om te zorgen dat we dat er dadelijk echt een heel mooi schip ligt. En niet alleen één schip, maar wel meerdere schepen. Daar komen we dadelijk nog even op terug. Ja, daar ben ik weer. We lopen even door, want de Swammerdam 2 die heeft nog iets heel bijzonders. Namelijk, voor het eerst, jullie weten dat bij jullie in Utrecht is natuurlijk de Boer de Zeven opgegraven in 2003. En daar is voor het eerst een roeiinrichting ontdekt. En toen is eigenlijk ook gezien dat eigenlijk bij alle Swammerdam-type schepen roeiinrichtingen zaten. En voor het eerst hebben we nu ook een roeiinrichting op een van de grote Swammerdamschepen hebben we kunnen reconstrueren. En dit is echt een unicum. Dit bestaat nog nergens in een museum. Dit is voor het eerste keer dat we dat kunnen laten zien. En het is ons gelukt. En kom dat vooral lekker een keer kijken als je hier als Archeon weer open is. We hebben hier een hele tentoonstelling. We vertellen ook dat koningin Juliana is geweest in de jaren 70 bij de opgravingen. We laten zien hoe we de restauratie uitvoeren. Maar we zijn nu met de Swammerdam 2 klaar. En eigenlijk is operatie Swammerdamschepen toe aan een volgend project. En als je dan zomaar eens even kijkt, ligt hier ligt gewoon de Swammerdam 3. Een grote kano die ik heel graag het vissersbootje wil noemen. Want zo is hij ook mooi gereconstrueerd in Xanten.
Maar van Jardeni, die er achterin staat, de echte wetenschapper in dit project, moet ik toch netjes een kano noemen. Dus hij ligt hier zomaar, hè, de Swammerdam 3. Dan mogen wij elke dag langslopen en er wordt aan gewerkt. We werken hier met een aantal archeologen en ook een aantal scheepshistorici. En dat wordt allemaal hier gebouwd. En ik laat jullie nog één keer ook de Swammerdam 2 van de andere kant zien. Want ja, dit is natuurlijk toch wel een uniek beeld, jongens. De Swammerdam 2. Hartstikke mooi. Maar wat ik zei, we zijn toe aan het volgende werk. De Swammerdam 3 gaat worden gerestaureerd. Maar het echte werk is de volgende schip, de Swammerdam 6. Ook een schip van ongeveer 20 meter. En om daar naartoe te gaan, om die te gaan bouwen, ja, was deze hal natuurlijk helemaal vol. En ja, jullie zullen het niet geloven, maar speciaal voor de hal, speciaal voor de Swammerdam 6, is deze tweede restauratiewerf gebouwd. We gaan daar, de afgelopen maanden konden we dit bouwen. En het mooie is dat wij ook gisteren hebben te horen gekregen dat het Mondriaan Fonds een tweede grote tranche geld heeft beschikbaar gesteld. En dat betekent dat wij niet alleen de hal kunnen bouwen, maar dat we ook werkelijk met de restauratie van de Swammerdam 6 kunnen gaan beginnen. Dit hele project is georganiseerd door het Museumpark Archeon. En we hebben heel veel hulp gekregen ook van de provincie Zuid-Holland. En de gemeente Alphen aan de Rijn. Nou, en nu op dit moment ook steeds meer door het Mondriaan Fonds. En ook door het ministerie van OCMW. En dat is ook niet onterecht, want wij bouwen feitelijk aan de Rijksmaritieme Erfgoedcollectie Swammerdamschepen. Nou, ter afronding. We bouwen niet alleen omdat we het bouwen leuk vinden en de collectie zomaar belangrijk is. Maar we bouwen natuurlijk omdat we aan het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum bouwen. Daar komt dadelijk gewoon alle 60 schepen komen erin te liggen. En de 6 schepen van Swammerdam zijn dus die 2 die waar we het over hebben gehad. Hè, de Swammerdam 2 en de 3. Maar ook dus de 6 die ook 20 meter lang is. En ook de Swammerdam 1 en de 5, dat zijn weer wat kleinere kano's. Maar ook de Swammerdam 4, 35 meter lang. Het grootste Swammerdamschip ter wereld. En dat gaat natuurlijk hier bij ons in het nieuwe museum komen. Dit project duurt nog een aantal jaren. En het bijzondere is dat de hele restauratie kan ook echt hier elke dag live bewonderd worden. Natuurlijk even als er even wat problemen in de wereld zijn opgelost. Maar wij zijn er klaar voor om jullie weer allemaal te ontvangen. En als je wil komen, meld je dan aan via archeon.nl. Zeker de komende tijd, zolang al die maatregelen zijn. Gratis met museumkaart, dus je komt erin en kom ook vooral vaak. En via de websites van Archeon kan je ook op de hoogte gehouden worden. Jongens, dank jullie wel voor de aandacht, heel erg. Ik weet niet of er nog vragen zijn, maar anders hoop ik jullie ook en jullie ook allemaal binnenkort hier allemaal zelf te ontvangen. Ja, hey, Tom, ontzettend bedankt voor dit vlammende verhaal. Ik zie geen vragen in de chat, behalve dat er een aantal mensen roepen van fantastisch die Swammerdam 2. Superleuk om zo'n inkijkje te krijgen. Vooral heel veel enthousiasme om gauw eens een keer naar het Archeon te komen en dit allemaal met eigen ogen te gaan bekijken. Dus alle complimenten aan jullie, aan jou en jouw team van vrijwilligers en specialisten die hier aan werkt. Dus ja, dit is onwijs tof dat we hier even een kijkje in de keuken konden krijgen. Dus Tom, ik wil je hartelijk hierbij bedanken. Nou, heel erg graag gedaan en ook heel erg bedankt voor de gelegenheid om het jullie te vertellen. En let op, dit zijn de schepen van Swammerdam, maar jullie in Utrecht hebben er ook nog een hele lading. Dus we zijn samen aan de UNESCO Werelderfgoed Limes aan het werken. Hartstikke leuk om dat samen te doen. Top, Tom. En we gaan elkaar zeker weer spreken in 2021. Hartelijk dank.